In dit filmpje krijg je in het kort informatie over de belangrijkste nieuwe inzichten bij het begrijpend lezen. En over wat onderwijsadvies als aanbod kan geven om de kwaliteit van begrijpend lezen lessen te verhogen. Close reading komt hierbij ook aan bod. Scholen lopen er vaak tegenaan dat kinderen onvoldoende leesbegrip en leesplezier ontwikkelen. Het risico van bijvoorbeeld nieuwsbegrip en leeslink is dat de focus ligt op het uitvoeren van de opdrachten en niet het nadenken over de inhoud. En hierbij blijft het vaak geïsoleerd bij het vak begrijpend lezen. Een signaal van een school kan zijn dat de leesresultaten, leesbeleving en leesmotivatie achterblijft. Dan kun je in gesprek gaan over het leesonderwijs, woordenschat en begrijpend lezen met een van onze adviseurs om dit verder uit te diepen. Vanuit onderzoek blijkt dat begrip en motivatie toeneemt als actief met de tekst aan de slag wordt gegaan en je de boodschap van de schrijver eruit probeert te halen. De tekst staat meer centraal en strategieën worden als middel ingezet. Het begrijpend lezen integreren in het onderwijs. Waar ze de tekst ook tegenkomen, dan moeten ze nadenken, hoe pak ik het lezen nu aan? Close reading betekent in 3 stappen dieper graven. Je gaat leren wat de kern is, meer informatie krijgen en het uiteindelijk helemaal begrijpen. In elke stap wordt een ander soort vraag gesteld. Dit wordt niet als saai ervaren, zoals sommigen soms verwachten. De leesbeleving wordt hiermee juist vergroot. De werkwijze. De leerkracht kiest eerst een passende tekst op basis van bepaalde criteria. Die criteria kunnen wij je leren in trainingen. Voordeel is dat de tekst beter aansluit bij de leefwereld van de eigen klas. De leerkracht maakt zelf de vragen. Die zijn tekstgericht en bewijzen moeten uit de tekst verzameld kunnen worden. Dit vraagt wel meer voorbereiding. Wij kunnen handvatten bieden wat voor vragen je in elk van de 3 sessies kunt stellen. De strategieën zijn geen doel meer, maar worden wel als middel aangeboden. Het is van groep 1 tot en met 8 toe te passen, waarbij het in groep 1 tot en met 4 ook veel lijkt op interactief voorlezen. Close reading brengt echter meer diepgang ook in deze groepen. Knelpunten met close reading kunnen zijn dat scholen minder houvast hebben dan bij een methode. Ze hebben ook moeite om het strategiegericht werken los te laten. En er moeten zelf teksten gezocht worden. Er kan wel met nieuwsbegripteksten gewerkt blijven worden. En sowieso wordt er meestal een grote database aangelegd. Maar de opbrengsten zijn het dat wel waard. Er is in toenemende mate bewijs dat met close reading leerlingen de teksten beter begrijpen. En dat bijna alle leerlingen tot een hoger leerniveau komen, ook op andere gebieden. Er wordt gewerkt met een sterke combinatie van herhaald lezen, lezen vanuit een leesdoel, aantekeningen maken tijdens het lezen, het stellen van passende vragen en het gebruik van moeilijke, complexe teksten. Er bestaat een open inschrijving aanbod, daarvoor kun je op deze link kijken. En als jullie met ons contact opnemen, dan is het natuurlijk ook mogelijk om het aanbod op maat op de school te geven.